Ok, vous tournez. Ok, retournez-vous à moi. Retournez-vous à moi. Vous ouvrez la bouche. Mettez la langue contre le palais. Ok, c'est bon, ça marche. Vous avez votre slip, s'il vous plaît. Vous tournez, vous penchez en avant avec les mains, écartez vos fesses avec les mains. Ok, c'est bon. Chance. Vindt u het moedig dat kennelijk de Zwitserse autoriteiten ermee ingestemd hebben om deze film te maken? Ja, absoluut. Ik vond het een hele indrukwekkende documentaire. Want zoals ik het gezien heb, zo is het ook. Nou is het wel bij ons ietsje anders georganiseerd. Maar die dilemma's die zo'n film, zo'n documentaire laat zien, dat kan je echt één op één. Overigens, wat ik al zei, het is universeel. Dat kan je echt één op één gebruiken. En ik vind het erg moedig van deze detentiedirecteur. Absoluut. Wat maakt het moedig? Omdat hij openheid geeft in een toch wel over het algemeen gesloten systeem. Omdat hij ook open is wat het bij hem teweeg brengt om in zo'n systeem te werken. En ik vind het ook moedig om te zien hoe in de interactie tussen het personeel en de vreemdeling er toch iets ontstaat waarin iedereen het aan zeg maar als een dilemma ervaart. Maar dat iedereen toch ook zijn rol daarin goed kent. Ik vond het een erg indrukwekkende documentaire. Ja. Gaan we zo'n documentaire ook over de Nederlandse situatie krijgen binnen afzienbare tijd? Als deze documentaire is zoals ik hem gezien heb in Zwitserland, zal ik de laatste zijn die daar zijn medewerking niet zou willen verlenen. Donc tout se passera bien, franchement. Mais l'issue fatale, ce sera le départ. Allez, bon courage, moi je vous laisse, d'accord? Mijn indruk is dat er meer vrijheden zijn in het systeem, in het Zwitserse systeem, dan hier in Nederland. Nou, laat ik vooropstellen dat die hekken in Zwitserland ongeveer net zo hoog zijn als in Nederland. Hoe je het bent of keert, het gevoel voor de vreemdeling kan je ze niet ontnemen. Want ja, het heeft alles natuurlijk alle kenmerken van een gesloten systeem. Een gevangenis zo je wilt. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling van een vrijheidsontnemende maatregel als vreemdelingenbewaring. En in die zin is dat natuurlijk ook niet zozeer anders. Ja, maar er zijn een aantal opvallende verschillen. En dat is bijvoorbeeld dat je de indruk hebt dat de mensen daar minder veelvuldig op zelf vastzitten. Dat ze zelf kunnen koken en gezamenlijk kunnen eten. Dat ze ook, krijgt de indruk, meer buiten kunnen zijn in Nederland. Klopt dat? Buiten in Zwitserland bedoelt u? Zwitserland? Ja, nee. Buiten, ja. Nee, maar dat is echt niet waar. Ik denk dat als het gaat om die vrijheid binnen de beslotenheid van de muren, dat heel goed vergelijkbaar is met die in Nederland. Alleen, wij doen dat misschien wat groter. In Zwitserland is het redelijk kleinschalig. Maar overdag zijn bij ons ook gewoon de deuren open. Er is gelegenheid tot koken. Men kan luchten, men kan een bezoek ontvangen, men kan telefoneren. Er zijn activiteiten. Er zijn ook activiteiten zoals internet. Er zijn vele contactmomenten mogelijk. Alleen op een of andere manier. Hoe kan het dat ik daar dan een verkeerde indruk van heb gekregen? Nou, dat wou ik net zeggen. Op een of andere manier is dat toch nog niet duidelijk gecommuniceerd. Want ik denk dat wij ten opzichte van enige jaren terug een flinke en een majeure wijziging hebben doorgevoerd. Die juist met name op dit onderwerp gaat. Dus hoewel het een gesloten systeem is en blijft, daar is de vreemdelingenbewaring voor bedoeld. Is het wel zo dat binnen dat gesloten systeem er veel vrijheden zijn voor vreemdelingen. Dat doet niks af aan het gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid. Maar binnen dat systeem proberen we wel zoveel mogelijk het bestuursrechtelijke karakter te benadrukken. Ja, u zegt het bestuursrechtelijke karakter te benadrukken, maar het is toch een systeem wat ontleend is aan een strafrechtelijk systeem. Klopt dat niet? Ja, ik kan daar niets aan doen. Die muren zijn 5 meter hoog en er is een toegangscontrole. Maar dat is het karakter van de vreemdelingenbewaring als ultimum remedium. Het is en blijft een vrijheidsontnemende maatregel. Wat is het doel van deze vrijheidsbeneming? Het doel van de vreemdelingenbewaring is uiteindelijk verwijdering uit Nederland. Punt. Verder niets, verder niets, verder.